Mijn haren zijn eraf. Ik ben naar de kapper geweest. Joepie. Dankjewel Anneke dat ik lekker heel snel kon. En ja, je voelt je gelijk 3 kilo lichter. Ook heel fijn. Je voelt je gelijk een ander mens. Dus ja, die wilde plukken. Ik heb ook bijna geen gel meer nodig. Dus helemaal blij met mijn nieuwe koek. Geweest. Je had toch op eng mens. Eng mens. Wat is dit? Wat heb je nou? Ik zeg, dat heb je niet van mij. Nou, jij vergeet ook niks hoor. Hè? Jij vergeet ook niks. Jij onthoudt toch ook altijd van alles? Ik weet het niet, maar ik snap een heleboel dingen niet van deze moderne dingen. Ja, maar jij, dat komt omdat je er pas later mee begonnen bent. Als je ermee op was gegroeid, had je het ook gesnapt. Zou het? Ja. Maar en jij denkt altijd dat je iets verkeerd kan doen en dat is niet zo. Ja, je kan wel iets fout doen, maar je kan het wel weer herstellen. Maar dan weet je niet wat je moet doen. Nee, maar ik raak helemaal de kluts kwijt. Eerlijk, als het niet lukt. Je bent net zo gek als je moeder jij. Ja, ik weet het. Hele rare moeder heb ik. Hi. Nou. Ik duw hem uit. Nou, de groeten. De groeten. Doei. Je moet wel goed duwen, hè. Doei. Goed. Met je vinger. Het is vandaag donderdag, mijn werkdag. En ik heb het kantoor daar net verlaten. En ik ga nu even een smoothie maken. Een gezonde smoothie met spinazie, komkommer, allerlei superfood en banaan en amandelmelk. Dus even lunchen en dan ga ik weer naar een overleg. Mijn derde vandaag. Proost. En kijk. Ik ben gisteravond heel goed bezig geweest, want nou, Jeroen had avonddienst. Dus dan ben ik toch alleen. Dus dan, toen dacht ik, wat zou ik gaan doen? En toen dacht ik, ik ga oude patronen uitschrijven die al heel lang op mijn to-do-listje staan. En dat is deze flip-flop ook, die heb ik vorig jaar al gemaakt. Zooltjes komen van de breiboerderij, hartstikke handig. Want je hoeft niet, want ja, vroeger deed ik dat dus altijd zelf, die lusjes maken. Met knopen onderin. Maar dit zit gewoon al in het zooltje. Dus je maakt je eigen flipflops. Ja, ik vind ze super leuk. Dit is met restjes Divina en Marlene van Langjans. Die heb ik gebruikt voor vest Lily. Nou, die was over. Ik vind echt, dit vind ik nog een van de mooiste materialen die ik ooit heb gebruikt. Een beetje zijde zit erin. En dat is echt, ja, het is duurder, maar het is echt zo'n mooi materiaal. Dus, ja, Vest Lily zit ook geweldig. Die draag ik echt heel graag. Dus ik hoop dat het weer wat lekkerder weer wordt, dat ik hem weer aan kan. Ja, en ik mag wat testen deze week. En ik heb geen idee of het lekker is, maar ik mag Starbucks Coconut Based. Het is vegan, dat is natuurlijk helemaal hot koffie. Dus ik ga zo een chilled koffie drinken. Geen idee of het lekker is, maar dat hoor je. Ik heb net mijn eerste Starbucks oat-based vanille macchiato getest. En nou goed, hij is lekker. Het is espresso koffie met haver en vanille. Ja, goed. Wil je het ook proberen? Hieronder in mijn blog. Dus hieronder in mijn blog schrijf ik altijd de linkjes naar bepaalde zaken. Dus wil je dit ook proberen, dan heb ik een linkje waarin je 1 euro korting krijgt op deze. En dan kan je ze ook testen. Dus wil je het eens zelf ervaren, maak er vooral gebruik van. Hashtag chilled coffee. Hashtag plant based. En na 4 digitale overleggen heb ik nu echt vierkante ogen. Maar ik ga nu een lekker weekend houden. Ik ga mijn joggingpakje aandoen. Mijn jurkje mag uit. En, maar er kwam nog wel tussen de overleg een heel leuk pakketje binnen van Echt Studio. Ik heb weer heel veel mooie bollen by Claire opgestuurd. Kijk, van deze pakketjes word je toch helemaal blij. Ik heb een beetje de tinten van ons huis genomen. Dus de gedonkergrijs, maar ook zwart, wit, crème, lichtgrijs, blauw en lichtblauw. En daar ga ik een nieuwe deken van maken. In ieder geval, dat hoop ik. Ik heb wel een idee, maar goed, dat moet nog een beetje ontstaan. Dus dit wordt een nieuwe deken van Met by Claire. Ja, super. Ik vind het altijd heerlijk haken. Lekker op haaknaald 8. Beetje grof. Ik heb natuurlijk deken feitje er ook mee gehaakt. Dus dit wordt een nieuwe variant.
Het is vrijdag en ik zit lekker achter de naaimachine. Daf is vanochtend geweest. We hebben een jurkje uitgetekend en dat ben ik nu aan het naaien. En straks wordt er weer een schilderij opgehaald. Dus ja, gewoon een lekker dag hier vandaag. En ik heb mijn trui Rosanne weer aan. En die zit altijd heerlijk. Dus... Jurkjes af. Kijk eens hoe leuk. Leuk stoffie. Nou, nog hopen dat hij... dat hij past. Iets open. Oh ja, zo ja. Helemaal mooi stofje. Leuk. Dankjewel voor het showen. Het is zaterdag. En nou goed, er is net weer een schilderij door Krianne opgehaald. Gisteren heeft Kaya de schilderij opgehaald. En heeft ze een hele lekkere appeltaart gebakken. Kijk, hij is heerlijk en hij is echt al meer dan de helft op. Krianne heb ik ook net een stukje nog kunnen geven, die vond hem ook heel lekker. Dus genieten van een heerlijke appeltaart dit weekend. En op dit pakje wachtte ik, en die is al bezorgd, twee broeken van Nora. Ik ben heel benieuwd hoe ze vallen, dus ik ga gauw kijken. Een zwarte en een blauwe. Dit is het model van de blauwe. Met zakken, vind ik wel lekker. En het is echt wel een hele lekkere stretchstof. Wat ook echt niet hoeft te strijken. Dus je hangt hem op en dan kan je hem ook weer gelijk aan. Nou, dit is de zwarte. Ja, de stof is een beetje glijbendig. Maar hij valt wel heel lekker. En ik vind het ook zakken. Hij zit wel heel lekker casual. En hij hangt ietsjes baggy. Daar hou ik ook altijd van. Ik weet niet, baggy vind ik altijd heerlijk, baggy broeken. Er zitten zakken in. Kijk, de lengte vind ik ook goed, want dat is vaak het probleem. Ja, en deze is ook leuk. Dit is de blauwe. Die heeft dan geen zakken op zijn billen. Ik heb het kaartje er nog in zien. Maar wel zakken hier. Die is wat rechter. Maar ook lang genoeg. Dus ja, ik hou ze allebei. Ik ben er helemaal blij mee. Deze staat ook leuk met deze blouse, ook van Nora. Die is niet meer verkrijgbaar volgens mij. Die heb ik in de sale. De broeken, weet je, nou hoef je niet spijkerbroeken. Op een gegeven moment krijg je gewoon, als je heel veel zit, zit dat gewoon niet lekker. En dit is gewoon lekker stretchy, maar zit toch netjes. En vandaag ook trui ballerina op mijn website geplaatst. Wat ik al in 2019 voor Noah heb gemaakt. Dit truitje met die beweegbare ballerina. Ja, het was haar lievelingstruitje, maar ze past hem niet meer. De ballerina had beweegbare armen en benen. En een rokje van tulle. Het is tunisch gehaakt. De kraag zou ik zeker nu anders doen. Heb ik toen gedaan met reliefsteekjes. Maar zou ik nu gewoon de boordsteken doen die je... Goed, dat kan je gewoon zelf beslissen. Maar het haakpatroon staat eindelijk op mijn website. En ik ga zo filmen voor trui Anna. Dus ik ben allerlei dingen aan het afwerken. Nou, trui Anna heb ik al gemaakt. En ik ben nu vest Anna aan het maken met de Soho dan olijf. Ja, de één mouw is al af. Ik ben nu ook aan het splitsen. Het wordt wel een heel wijd vest, maar dat vind ik ook wel leuk. En dan, ja, de voorkant ben ik nog wel een beetje benieuwd naar hoe dat gaat. Maar ik ga even de steek filmen. Dan heb ik die in ieder geval al gedaan. Ja, en zo moet je het altijd een beetje plannen. Want anders kan je ook weer niet alles afhaken als je nog niet gefilmd hebt. Dus dat is altijd wel even een dingetje. Sommige mensen denken van, nou, dat doe je wel even snel. Een patroon uitschrijven kost echt heel veel tijd en werk en planning. Benut mijn vrije zaterdag hiervoor. En straks wel lekker even lopen, want dat heb ik ook al een paar dagen niet echt fanatiek gedaan. Dus het is lekker weer, zon schijnt. Gisteren al mijn boodschappen gedaan, gisteravond. Ik dacht, laat ik dat nou gelijk doen, dan zit ik daar niet tegenaan te hikken dit weekend. Dat vind ik altijd wel een beetje een dingetje. Vanavond lekker een pan soep, makkelijk. Jeroen heeft de nacht, dus dat is dan altijd wel lekker om te eten. Dus zo vul ik deze zaterdag. Ah, hoe leuk. Je lijkt wel een elfje. Ik vind hem niet mooi staan. Vind je hem niet mooi staan? Hij is te lang. Hij is te lang? Kijk, hij zit bijna tot daar.
zondagochtend. En het is met een bakje koffie eventjes de nieuwste tijdschriften doornemen. De nieuwe knip is er en er staat wel een heel leuk jurkje in. Deze vind ik sowieso leuk. Ook het kleine variantje. Maar dat houdt niet van de mouwen, dus dat wordt het niet. Het is een beetje op maxima gericht, dus het is wel een beetje allemaal chique kleding. Maar waar is het wikkeljurkje? Die vond ik echt heel leuk. Deze, die vind ik heel leuk. Dus ik denk van nou, als je zo'n wikkeljurkje kan maken. Lekker paas broekpak. Vreselijk die pijpen. Maar goed, als je het kan hebben, kan het leuk staan. Het is maandag en het is weer een begin van de werkweek. Maar ik wil nog even laten zien dat ik gisteren ook nog hard genaaid heb. En ik heb er nog bij het jurkje heb ik ook nog een legging en een rokje gemaakt. Dus nou wil ik eigenlijk ook nog een beetje in deze kleuren een truitje gaan maken voor Noah. En dan heeft ze een heel setje wat ze kan combineren. Kijk, het jurkje. Dat had ik al laten zien. En nu ook een rokje erbij. En een legging die ze dus onder het jurkje kan dragen. Maar ook bij een andere jurkjes. Dus ja, dit is wel heel leuk stof. Het is echt wafeltje stof. En dit is dus tricot. Dus ja, dat is gewoon handig om te naaien. En het zit ook lekker. Dat is ook voor die legging zo. Dus ja, ze krijgt steeds langere beentjes. Dus moet ook steeds meer stof in. En het is vandaag 8 maart. Het is Internationale Vrouwendag. Ik heb op de socials eigenlijk ook al mijn blog gedeeld. Die ik een aantal jaren al, 3 jaar geleden geloof ik, heb ik die geschreven. En ik vind het nog steeds een goed blog. Waarin ik schrijf dat wij vrouwen ook wat kunnen veranderen. Want we zijn vaak heel onzeker. En dan kunnen we wel wat fouten maken. De perfectionisme. Laat het los. Maak fouten. Leer ervan. Dus ja, wij als vrouwen zouden ook wat minder ons moeten spiegelen aan alle socials. En alle perfecte lijven in glossies. En geshopte of gebotoxte vrouwen. Wees toch eens een keertje blij met je lijf. En trots op je lijf. En je rimpels. Kijk, als ik nou helemaal glad zou zijn. Ik denk, ja, jongens, ik word 52. Ik mag rimpels hebben van nadenken en lachen. En dus ja, ook dat vind ik, weet je. Dan denk ik van, we zijn altijd zo aan het op ons, ja, dat je alleen maar op het uiterlijk af moet gaan. Natuurlijk moet je er ook wel verzorgd en leuk uitzien, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom wie je bent en wat je zegt en wat je doet. Dus ja, dat wou ik nog even meegeven. Ik ben nog even aan het nadenken over de tip voor morgen die ik nog geef. Want dan denk ik, ja, ik moet toch elke keer wel een leuke tip geven. En oh ja, en de woensdagvraag van deze week was, wat vind jij het lekkerste toetje? Er kwamen hele lekkere toetjes, want ik ben echt een zoete kou. Of ja, ik vind eigenlijk alles lekker. Dat is ook een beetje mijn valkuil. Ik vind gewoon alles lekker. Er zijn weinig dingen die ik niet lust en die ik echt vies vind. Ja, dus ja, en zeker toetjes. We eten het eigenlijk bijna nooit. Ik hou eigenlijk nooit geen vla of ijs of zo in huis. In de zomer dan wel ijsjes, dat dan wel. Maar dat is meer voor de kleinkinderen, maar die eet ik dan zelf op. Ja, wat ik altijd lekker... Ik vind ijs heerlijk. Ik vind, ik vind crème brûlée vind ik ook heerlijk. Ik vind karamel, ben ik helemaal weg van. Chocola. Dus, en wat ik leuk vind, is bij onze caravan... is een brasserie en daar kan je altijd, en dan gaan we 1 of 2 of 3 keer per jaar eten. En dan verheug ik me altijd al op het toetje, want daar hebben ze een drieluik. En dan heb je witte chocolademousse, een klein bakje crème brûlée. En ijs met, ja, ook met witte chocola of zo. Maar goed, ik zal een fotootje hier plaatsen, dan kan je zien hoe het eruit ziet. En dat vind ik altijd heerlijk, dus bij eten bij Arjan is altijd geweldig. Heerlijk. En dan het toetje vind ik het lekkerste. Dus die drieluik. Want dan denk ik van, ik kan nooit zo goed kiezen op een toetjeskaart. Want tiramisu vind ik ook zo lekker. Maar ja, ik vind het dan, als je dan zo 3 van alles wat hebt, vind ik eigenlijk het leukst. Dus dat vind ik het lekkerst. Dus dat is mijn antwoord op de woensdagvraag van deze week. Kijk, Vest Anna vordert ook nog gestaag. Allebei de mouwen heb ik al af.
Het achterpand heb ik ook af en nu ben ik, ik heb gesplitst en nu ben ik dus de twee voorpanden aan het kijken hoe dat het beste loopt voor een vest. Kijk hoe het patroon loopt als je dan de vestsluiting, of in ieder geval dat is altijd eventjes uit de kienen. Dus ik hoop hem deze week af te gaan krijgen. Dus ik ben druk bezig. Het is dinsdag en het is natuurlijk de laatste dag van mijn vlog. En dan geef ik natuurlijk ook altijd nog een tip. En het is deze week boekenweek. En ik zit in de vernieuwd ingerichte bibliotheek van Sint-Anneland. En het is hier altijd zo'n feestje om te zijn. Sowieso door de collega Henny en Irma. Maar het is ook een heerlijke omgeving om te zijn en om te werken. Dus ik was hier even vanochtend en ik dacht, dan neem ik gelijk hier mijn vlog op. Want ik geef vandaag twee boekentips. En vandaag heb ik de boekentip van Vonne van der Meer. Ik heb het boek Naar Lillehammer, haar nieuwste boek, gelezen. Echt weer een lekkere Vonne van der Meer boek. Goed en kwaad, maar zo zwart en wit is het niet. Dus je volgt Cecile, die eigenlijk ontslagen is. En dan zit ze een beetje in de speeltuin te mijmeren eigenlijk wat ze wil gaan doen. En dan moet ze even op een meisje passen. En dat meisje gaat een heel nieuwe rol in haar leven leiden samen met de moeder van het meisje. En dat gebeurt allemaal in dit boek. Ja, sowieso heb je nog nooit wat van haar gelezen. Ga vooral naar de online bibliotheek, want daar staan heel veel boeken ook van haar in de online bibliotheek. Begin dan bijvoorbeeld met De Eilandgasten, vond ik altijd een heel mooi boek. Dat is een trilogie, drie verschillende boeken die gaan over het vakantiehuisje op een Waddeneiland en wat daar allemaal in het vakantiehuisje gebeurt. Dus dat is sowieso een tip, Vonne van der Meer. En voor de rest heb ik ook nog een online bibliotheek tip, wat ik ook van de week heb uitgelezen. En dat is Echte Amerikaanse Jongens. Nou goed, dat past helemaal bij de Black Lives Matters beweging. Maar zo zwart en wit is dat ook weer niet. Want je volgt een donkere jongen die wordt in elkaar geslagen door een politieagent. En een blanke jongen staat daarbij te kijken en ziet het gebeuren. De vroeging van de blanke jongen, het proces van de donkere jongen over waarom. Is een heel mooi beschreven door Jason Reynolds. Het is een D-boek. Het is eigenlijk ook voor de jeugd. Maar goed, ik heb het leest als een trein en het leest heel fijn. En je krijgt ook het verhaal van de politieagent. Het is ook niet zo zwart-wit. De politie is alleen maar slecht. Maar ook, ook daarin kan je inleven. Dus het was een heel indrukwekkend boek. Dus deze twee boekentips wil ik nog even geven. Nou, en voor de rest ook het televisieprogramma van Eus. Gisteren voor het eerst bekeken, een boekenprogramma, hartstikke leuk, toch weer eens even wat anders. Ik hou van Eus, ik heb laatst ook weer een filmpje van hem gezien. Hij is opgegroeid in een omgeving zonder boeken. Zijn vader en moeder zijn ook allebei analfabeet en op een gegeven moment ontdekte hij het lezen en ging er een wereld voor hem open, een wereld die hij niet kende. En waar hij zich dan wel in kon inleven. En eigenlijk is dat zo met boeken, als je een boek leest, dan ontdek je een wereld die je niet kent en kan je je daar ook weer... En dat was eigenlijk ook wel weer heel mooi in dit boek. Dat ze ook schrijft van al die raampjes in de flats en elk raampje heeft weer zijn eigen verhaal. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen verhaal en als je daar weer een beetje iets meer van weet, dan heb je ook weer vaak meer... Dan kan je je weer meer inleven waarom iemand zo geworden is of waarom iemand zulke beslissingen neemt. Dus dit zijn mijn twee tips, of in ieder geval de tips van deze week. En in de tijdschriftenbieb zijn ook weer nieuwe tijdschriften gepost. Dus de happiness staat er weer in, de nieuwe happiness. Dus maak daar ook gebruik van. Blijf lekker lezen. Bedankt weer voor het kijken en heb een goede week. Tot volgende week.